René, ik kan het jou natuurlijk niet aandoen om niet een blogje te maken vanaf het Gardameer, dus vandaar het Gardameer en mijn blogje voor deze woensdag. Het is alweer mijn ene laatste dag, nog één nachtje slapen zou Rachel zeggen en dan vertrekken wij weer naar Nederland. Dan zijn we hier pak een beetje 10 dagen geweest, waarvan we er 4 hebben gereden, heen en terug. En ik moet zeggen, de heenweg was voor mij echt een openbaring als het gaat om waar wil ik nog naartoe. Ik wil namelijk nog naar Oostenrijk. Wij reden daar over de Brennerpas. En de Brennerpas en vooral Innsbruck en die omgeving, jongen, dat is fantastisch. Je komt Italië binnen door Oostenrijk op die manier en dan moet je door een berg. En aan de ene kant is Oostenrijk en aan de andere kant is Italië. Aan de ene kant is interessant als het om de bergen gaat. Aan de andere kant niet. Het is echt uber saai, de bergen dan in Italië. De eerste 2 dagen waren echt ramp. Onweer, bliksem, de hele teringzooi bij elkaar. En we hadden het in de tent. En de tent, jawel, lekte. De dag daarna, toen wij de hele nacht met handdoeken en extra haringen zo in de weer waren geweest, zijn we naar een campingzaak gegaan en hebben daar 2 bussen impregneermeuk gehaald. Om ervoor te zorgen dat de tent niet meer lekt. Heel inspirerend wat ik aan het doen ben, is de Hobbit aan het lezen. Nou, dat is ontzettend leuk. Dat doe ik op mijn iPad. Mensen zeiden al tegen mij, joh, Tolkien die schrijft heel wollig en dat is eigenlijk geen doorkomen aan. Elke bladluis wordt beschreven. Nou, dat vind ik helemaal niet. Ik vind het heel interessant geschreven. Ik vind het echt leuk. Spannend niet. Leuk wel, maar misschien is de Hobbit gewoon niet spannend. Ik wilde snel doorheen om aan The Lord of the Rings te beginnen. En nog iets wat heel, heel leuk was, was onze trip naar Verona. Daar was ik ook een keer geweest. Ik ben heel Italië al een keer geweest met mijn trouwdag. Huwelijksreis, sorry. Maar dat is 6 jaar geleden. En vandaag, deze vakantie, vierden we dat weer door hier te zijn. Dat we hier 6 jaar geleden op huwelijksreis gingen. En we gingen naar Verona. En wat ik nu tegenkwam in Verona was een art shop. Nou, ik heb daar ontzettend leuke dingen gezien en gekocht. Maar die laat ik je nog wel een keer zien. Misschien in een volgend blogje als ik er serieus dingen mee aan het doen ben. Want dat is nu dus niet zo. En wat ook heel inspirerend is en was, is dat ik de afgelopen 2 weken dus geen social media heb gebruikt. Want mijn telefoon is niet social media waardig. En het internet is zo rampzalig en duur dat ik dat niet gedaan heb. Dus wellicht dat het hele Facebook en Twitter geskipt wordt voor het komende jaar. Maar als dat net zo'n wazig idee wordt als mijn stripboek, waar ik serieus wel mee bezig ben, dan duurt het nog wel even voordat het ook daadwerkelijk gebeurt dat Facebook eruit ligt. Het water begint nu hoger op te spatten. Dat is goed voor het water, slecht voor mij en mijn camera. Ik denk dat dit wel het blogje was vanaf het Gardameer. Het water komt nu bijna nog heel in. Zo. Ik zie jou volgende week.